Zonbloem in Sprookjesland. Hallo! Ja, ben jij die? Ja, die weet die ik nog. Ken je? Ja, papier hier. Papier. Nou heb ik een beetje papier over. Oh, alleen veel geloof ik. Ja, zullen we even proberen, Henny? Ja, graag. Even kijken, heb ik zo graag. Dank u wel. Dank u wel. Ja, weet ik nou wel, ja. Het is een nieuw bandje ook, Tom. Ja, want vroeger deed hij nog wat anders. Ja. Maar het zat er niet in vanavond. Nee. Dank u wel, ja, nou weet ik het wel. Zeg, Henny, deze is natuurlijk heel bekend, maar mag ik jou eens even wat vragen daar in de studio? Het is lekker druk bij jou, neem ik aan. Ja, dat is het zeker. Die scholieren van dat Pallas College uit Zoetermeer, ja. Zijn die daar bij jou? Ja, natuurlijk, die zijn er. Ja, ik hoor ze niet. Nou, hoor je wel nu? Wat een volle bak zeg. Hey, over een volle bak gesproken, kunnen ze het goed zien? Ze kunnen je goed zien, maar we hebben een groot scherm ervoor hangen. Ja, dat dacht ik wel. Maar het gaat niet om mij. Maar moet je eens even kijken, Henny. Hier is hun tekenleraar. Ja, hoor je. Ja. Dat is André Koek, hè? Ja, maar ik het is nou Prins Kees, mag ik wel zeggen. Prins Kees, doe maar. Prins Kees. Maar dit is een heel ander gevoel dan voor de klas staan met tekenspullen, hè? Oh ja, dat is heel anders. Ja, dit is heel bijzonder, dit. Ja. Is het makkelijker dan voor de klas staan? Nou, dat weet ik nog niet. Nee. Dat moet ik even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Henny, moet je er zo om lachen? Nou, een tekenleraar met lippenstift is even wennen, hoor. Model. Hij heeft het zelf aangebracht, hij weet hoe het moet natuurlijk, hè? Ja. Maar dan vraag ik me wel af, echt, dat Doorn Roos. Je kan me voorstellen dat je van Brigitte Bardot houdt. Nou ja, goed, er zijn er nog diverse in te vullen, neem ik aan. Maar waarom nou Doorn Roosje? Ja, waarom Doorn Roosje? Dat is iets, dat is een soort fantasie, moet je. Ja. Dat is heel bijzonder. Dat heb ik horen zeggen. Het schijnt iets fantastisch te zijn. En Brigitte Bardot, die zie je op de televisie en al die dingen, maar zij schijnt in het... Is minder? Ja. Nou, is geen sprookje meer? Nee, vind ik geen sprookje meer. Ik vind dit echt iets unieks. Ja, over uniek gesproken. Prins Kees, moet ik zeggen, gaat steeds met iets meer eerbied praten. Ja, het sprookje, ik mag Kees zeggen, want doen de leerlingen ook allemaal, hè? Dus dat is allemaal bij tegenwoordig. Kees, het sprookje van jou wordt waar vanavond. Maar wij gaan naar Doorn Roosje toe. Blijf rustig, je komt echt bij de uit. Echt? Ja, maar we gaan niet op de fiets, dat begrijp je wel. Nee, een echte prins, Henny, die gaat niet op de fiets op bezoek bij een prins, om maar eventjes daar te bezoeken. We hebben een prachtig vervoermiddel voor je. Hier vanavond op de Efteling, om naar Doorn Roosje te gaan. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat zijn we allemaal natuurlijk wel een klein beetje, want ik weet ook niet precies. Ah, daar komt het aan. Oh, dat ziet er heel erg mooi uit. Want we gaan natuurlijk in een hele rustige en een hele warme sfeer naar Doorn Roosje toe. Kijk maar even die kant op. Ja. Speciaal voor jou hier. Ja. Een prachtige koets met paarden. Zo, maar joh. En daaromheen, kijk eens, een heel sprookje. Allemaal prinsessen. Blijf niet te komen. Dat zijn geen prinsessen. Kees, dat zijn elfjes geloof ik. Oh, elfjes. Maar jij moet erin. Moet ik daarin? Ja, ik ga niet met je mee. Maak jij nou? Mag ik niet? Ja, ga in de koets, Kees. Het is niet te geloven, jongen. Ja, het is heel apart, hè, dit sfeertje. Hoe? Houd je het? De koets houdt het, Kees. Ja? Kan ik hier zo gaan zitten? Ja. Ik weet niet of het verstandig is om maandag voor de klas te staan, maar zover zijn we nog niet. Even nog je laatste gevoel voor we wegrijden. Nerveus. Ja. Dat mag ik wel zeggen. Het is net of je naar je eerste afspraakje gaat, hè? Zoiets kun je het echt wel noemen. Ja. Heb je dat nooit gehad? Ja, maar het is lang geleden. Oh, ja, dat is mij ook. Ja, nou, dan wordt het een extra spannend gevoel. Ja, voordat we in de sfeer van de oude vandaag gekomen, Kees. Ja. Mag ik tegen de koetsier zeggen, gaat uw gang. Als u met de koets naar het kasteel gaat, Kees... Dan groet ik jou. Henny, Kees gaat op weg nu naar het kasteel van Doorn Roosje. Ja. Want we gaan daar straks echt iets heel bijzonders maken. En we komen straks bij je terug, Henny, maar dan bij Doorn Roosje. Ja, dankjewel. Zo. Prachtig. Weet je, ik begin weer een beetje in sprookjes te geloven, weet je dat? Zo lekker een dagje naar de Efteling. Weet je wat ik trouwens het allerergste sprookje vond? Van Assepoester. Vind je niet? Die stiefmoeder. Gemeen, ze pent van een wijf, een misselijk mens vond dat. En zo'n kapsolus, en die eigen dochters die trok ze voor, en die arme assen, weet je het niet? Oh, ja, inderdaad, verschrikkelijk. Nee, sorry. Daar lag Doorn Roosje op haar bedje. Ze was zo mooi dat de koningszoon zich over haar heen boog en een kus op haar voorhoofd drukte. Maar toen zag ze Tom Blom staan en daar heeft ze nooit meer een oog dicht gedaan. Hoe gaat het verder, dat sprookje, Tom, daar in de Efteling? Nou, het gaat uitstekend, Henny. Ja. We zitten hier op dit moment samen met Kees
vlak voor dat kasteel van Doornroosje. En ik moet je zeggen, Henny, je hebt even dat stukje van dat sprookje voorgelezen. Ja. Maar, Kees, als we hier lopen, in de avondlucht, het is enorm, hè? Het is geweldig. Ik ben heel zenuwachtig. S'avonds zie je te lopen door het bos. Op weg naar de prinses, het is ongelooflijk. Het is een beetje een hele aparte sfeer hier, een tikje eng eigenlijk wel, zo s'avonds in het bos met een paar van die lampen. Maar dan vraag ik me af, Kees, je hebt er altijd van gedroomd, weet je hoe ze eruit ziet door een rol? Nee, ik weet het niet. Ik heb alleen maar de verhalen gehoord en gelezen en van horen zeggen, van. Heb jij dat wel eens gezien? Nee, ik heb het sprookje wel gelezen en ik vraag me af of ze überhaupt, of er wat gebeurt als je er kust hoor, ik weet het niet. Okay. Maar, Kees... Dit moet iets doen, hè, als je dit ziet. Oh, ja. Hier ligt ze. Dit is het kasteel van Doornroosje. Jouw grote droom. Ongelooflijk. Maar Kees, kom mee, we gaan naar binnen. Dat is ongelooflijk. Je moet een vrouw niet lang laten wachten. En ze is heel mooi, maar ja, ze slaapt, hè. En een vrouw die slaapt is... Oh, wat eng. Jee. Een tovenaar. Jij kent de sprookjes, Kees. Ken je deze? Nee, die weet ik niet meer. Maar ik ben zo zenuwachtig. Ja? We wilden graag naar binnen. Abracadabra, open de deur voor u. Dit is... Ja, dat is echt niet. Er is niemand verder. Kom. Hè? Er is niemand. Dit is heel erg bijzonder wat we hier meemaken, Kees. Dat mag wel noemen, ja. Is ongelooflijk. Dit is jouw grote vrouw. Doornroosje. Is mooi, hè? Ja, Henny, je lacht, maar het is een enorm moment hier, hoor. Dat begrijp ik, joh. Dit is echt zo uniek om hier bij dit bed te zijn. Kees, mooier dan de poster zelf. Ah, dat had ik echt nodig. Henny, hij is helemaal in trance, hij hoort je niet. Nee. Het is prachtig, kijk, nu zo ademt ook nog. Ja, ik bedoel, ze slaapt wel, maar ze ademt wel natuurlijk, hè. Ja, nee, dit heb ik echt nog nooit. Dit had ik nooit. Hoe komt het nou dat je naar deze vrouw verlangt, Kees? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat weet ik echt niet. Nee. Dat is iets onbegrijpelijks. Nou vind ik het heel moeilijk wat je moet gaan doen, want je wil proberen haar wakker te kussen. Ja. En ja, ze slaapt al zoveel jaren. Ik weet echt niet, dat moeten wel tientallen, misschien wel honderden jaren zijn. Ik weet echt niet hoe lang ze al slaapt. Ja, het is een legende, hè? Het is inderdaad een legende, ja, nou, maar het is wel de mooiste vrouw die slaapt. Dat kan ik wel stellen, Ik ben daar wel een beetje zenuwachtig voor. Ja. Nou, maar, ja, ik vind het fantastisch. Het is jouw grote droom. Het sprookje komt uit in de Surprise Show. Of niet, althans je wens gaat gebeuren. Henny, het grote moment is daar, vind je niet? Ik denk het wel, ja. Hij gaat haar kussen, Henny. Ik zie het. Kees Schumacher kust. Oh, Henny. Wat gebeurt er? Ik weet het niet. Wat gebeurt er? Er staat een kikker, Henny. Wat enig. Jij moet het maar tegen die leerlingen zeggen, Henny. Maar het is niet goed hier, hoor. Ik weet niet wat er gebeurd is. Sorry, Henny. Nou, voorlopig les van een kikker. En ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze surprise. Hè? Ja. En bedankt.